Ik ben Lies van Aast, 30, en ik ben lijsttrekker voor de SP in de provincie Zuid-Holland. Ik ben in 2007 begonnen als statenlid. Dat is 12 jaar geleden, dus dat is vrij lang. De provincie is niet het meest sexy orgaan, niet het meest zichtbare orgaan. Maar toch, je kunt echt wel iets veranderen in de provincie. Dat gaat van heel klein, namelijk voorkomen dat mensen hun ligplaats van hun woonschip kwijtraken, tot heel groot, 100 miljoen voor duurzame energie. Waarbij we als provincie echt grote stappen zetten om te zorgen dat we uiteindelijk met z'n allen van het gas af kunnen. En ook op een rechtvaardige manier van het gas af kunnen. De SP staat voor heel veel. Op landelijk gebied voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En het proberen we zoveel mogelijk naar de provincie te vertalen. Goedkoper openbaar vervoer wat overal komt. Een rechtvaardiger klimaattransitie waarbij dus iedereen mee kan komen, ook mensen met wat minder geld. En een veel schoner milieu. Dat ik lijsttrekker ben deze keer, in tegenstelling tot de vorige drie keer, maakt het wel extra spannend. Het is een andere rol, nog verantwoordelijker. Ja, het is ook gewoon echt heel erg leuk.